Zuid heeft heel veel te bieden. Zo staan we nu op Heiplaat, midden in het verborgen geheim. Een project waar 171 woningen zijn gerealiseerd met een nul op de meterpredicaat. Maar zeker ook vol in het groen, zoals hier te zien in deze gezamenlijke binnentuin. Zuid blijft ontwikkelen. Hier achter ons het verborgen geheim dat bijna volledig gerealiseerd is. En hiernaast een nieuwe ontwikkeling, de Heisekade. 8 woningen en eveneens 0 op de meter. Een stukje verder, ook op Heiplaat, hebben we hier achter mij een heel tof project genaamd Jew. 4 hofwoningen, waarvan 1 woning zelfs de toren, de kerktoren achter mij, toegevoegd krijgt met bovenin een dakterras. Een voorbeeld van gebiedsontwikkeling hier midden in het groen is de Wielenwaal, waar verschillende marktpartijen werken aan 550 huur- en koopwoningen. De bouw is al gestart. Kijk maar. Een prachtig voorbeeld van luxe, ruimtelijk en midden in het groen in Rotterdam-Zuid is dit pas opgeleverde project Natuurlijk Stads. Een nog te realiseren project is de Waterdriehoek. Net als bij Natuurlijk Stads komen daarin terug 200 kapwoningen en vrijstaande woningen. Waarbij de focus komt te liggen op luxe, rust, ruimte en groen. Rotterdam-Zuid is erg divers. We stonden zojuist midden in het groen en nu even later wat meer naar het centrum toe. We staan nu op de locatie van het voormalige Zuiderziekenhuis, waar het project het Zuiderhof is gerealiseerd. In de aankomende jaren zal het Daniel de Hoed ziekenhuis worden gesloopt en die wijk worden uitgebreid richting het centrum. Het Zuidercarré is het laatste overgebleven gedeelte van het Zuiderziekenhuis. Later dit jaar zal dit project in verkoop gaan, waarbij het huidige gebouw wordt getransformeerd naar loftappartementen. Een avondje uit in het Nieuwe Zuidpleintheater of Ahoy op loopafstand. Ahoy is gelegen midden in het Zuiderpark met veel sportvoorzieningen. Nabij bijvoorbeeld het zwemcentrum Rotterdam. Maar laten we vooral ook Feyenoord niet vergeten. Voor onderwijs hoef je ook niet ver, van basisscholen tot hbo's. Zuid heeft alles. Op Katendrecht is het project Het Havenkwartier in aanbouw. Het project bestaat uit 200 woningen, waarvan 150 appartementen, 14 loodswoningen en 36 eengezinswoningen. Katendrecht is gelegen tussen de Maas en de Rijnhaven. Twee gebieden die in de komende jaren een ware transformatie zullen ondergaan. Zo zal er land worden gewonnen uit de havens, waarbij meer ruimte aan groen en recreatie zal worden gegeven. Maar eveneens wordt gewerkt aan de realisatie van circa 3000 woningen. Verdeeld over verschillende woontorens met maximale hoogtes van 250 meter. Met als ultiem doel de Noord- en de Zuidoever van de Maas sterker met elkaar te verbinden. Aan de Naam Zuid wordt momenteel gebouwd aan de projecten Core en Imagine. Beide uniek in hun soort met verschillende woningtypen in het aanbod. Alle twee de projecten worden opgeleverd met een gezamenlijke binnentuin. Een plek om elkaar te ontmoeten, maar ook een zeer veilige plek voor kinderen om te spelen. Imagine wordt gezien als de start van Feyenoord City. Een grote gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid, waarbij wonen, werken, sporten en vrije tijd samenkomen in een geheel nieuw stadscentrum op Zuid. Met het stadion als centraal punt van het gebied. Rotterdam-Zuid heeft veel te bieden. Met alle projecten zit er altijd woning bij voor jou. Heb je interesse? Neem dan een kijkje op ooms.com.